Goedemorgen. Ik heb me klaargemaakt. Ik ga nu even mijn fiets halen en dan ga ik naar een barbecue. To be honest, het is geen morgen meer. Ik heb de hele tijd zitten editen. Het is onderhand 4 uur. Dus goedemiddag. Ik ben hier bij een barbecue. Super gezellig. Ik weet niet wat je allemaal doet. Piet. Mensen, wat een eer. Miss Nederland is hier. Klone dag. Dit wordt de thumbnail van de vlog. Personal training. Dus put your best. Het is echt super gezellig. Ik heb super veel gegeten. Echt lekker. Maar ik ben nog steeds bij de barbecue. Eigenlijk niks te melden, maar het is gewoon gezellig. Oh my god, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik zie ineens echt allemaal rode vlekken op mijn voet van waar ik dus mijn voet gisteren had gestoten. En echt gewoon, het doet zoveel pijn. Dus nu heb ik bij deze voet heb ik mijn pees gescheurd en hier heb ik echt een gigantische pijnlijke plek hier. Great! Burger King. Burger King. Ik zit even te kijken op BuzzFeed. Oké, dit filmpje is echt te hilarisch. Dit slaat toch nergens op? Dit is echt hilarisch gewoon. Ik ben naar huis gegaan en ik ben sinds ik thuis ben aan het editen. Ik heb de vlog van morgen en overmorgen al geëdit. En het is nu 2 uur. En ik zit heel erg te twijfelen of ik 1 aflevering van Orange is the New Black ga kijken. Ik wilde eigenlijk meteen toen ik thuis kwam al Orange is the New Black kijken. Maar ik dacht nee. Ik moet de vlog van morgen eerst editen. En toen dacht ik oké, als ik die voor zondag ook edit, dan mag ik er 1 kijken. Maar het is nu al 2 uur. En ik weet namelijk dat als ik 1 vlog, of als ik 1 aflevering kijk van seizoen 3, Orange is the New Black, dan gaat die automatisch naar aflevering 2. En voor ik het weet, heb ik geen slaap gehad vannacht, omdat ik al die afleveringen heb zitten kijken. En ik ben echt heel moe. Maar ik twijfel er nog over. Ik ga dit even afmaken en dan zie ik wel. Oké, ik ben echt heel erg moe. Dus ik heb besloten dat ik het niet ga kijken. Want anders dan blijf ik kijken. En ik ga lekker slapen. Dus wel te rusten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je het een leuke vlog vond. En vergeet niet om je te subscriben. Dankjewel. Doei!